helemaal geen zorgen om te maken. Alsjeblieft. Dank je wel. Nee, dat was niet tegen. Het zijn gewoon... Het zijn mijn twee beste vrienden. En ja... Zij vinden het natuurlijk ontzettend leuk om... Nee, maar om jou te zien. Ja, zij vinden het natuurlijk fantastisch om jou te zien. En ik vind het ook heel erg leuk, omgekeerd, dat zij jou weer zien. Het is een beetje, ja, toch de eerste keer. Dan moet je het toch nog even opnemen. Ja, vind. Mijn legje. Dag liefie. Dag. Hé! Het is dit hier! Het is dit hier! Fantastisch! Fantastisch! Ja, joh! Zo! Ik zeg, wel dat we genoeg muntjes in de meer te hebben gedaan, moeten we alsnog klemmen. Ja. Oh, oh, kijk, ja. Heerlijk. Heerlijk, ja, daar ben ik aan toe, hoor. Echt waar, ja. Wie is hier? Dankjewel, hoor. Dat is een rosé. Ja, jongens. Ja. Op het samen, hè. Ja. Ja. Zo, nou. Lekker hard laten klinken. Die gaat eraan bangen. Bangen. Nou. Zo. 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 Oh, dat is goed, hè? Hij is goed. Oh, hij is goed, hè? Oh, wacht even. Ja, wordt het officieel, hoor. Jongens. Ga je doen, Herbert? Bent. Ja. En Aart. Ja, ik heb jullie voor deze speciale gelegenheid uitgenodigd. Ja. Ja. Omdat het wel een bijzondere gelegenheid is, inderdaad. Want ik ga... ik zal het maar even kort uitleggen. Ik ga weer werken. Nou. Ja, goed, nou, ja, leuk. Ik kom er eigenlijk niet te snel toe. Ja. Want, ik ga weer werken. Ik had... Het geld is op, zal ik het zomaar zeggen. Ja, ja, ja. Oh, ja. Oh, ik had, dus je mond weer. Ik mond weer. Je moet maar aan de ruif. Ik had ooit zo'n soort berekening gemaakt van als ik nou tot mijn 70ste jaar... dat ik dan zo lekker een beetje nog door kon potverteren. Ja. Maar ik had nooit gedacht dat ik ook nog eens de 72 zou halen. Nee, maar je mocht niet. Je hebt geen tijdje meer. Maar, Herbert, is dat een idee? Zullen we het gewoon zeggen? We wisten het al! We wisten het al, man! Ja, ja, natuurlijk! Het is toen door de wandelgang al. Want het werd iedereen al dat jij weer aan het werk gaat. Oh, wat is het zo te zien? Ja. We hebben wat voor je meegenomen. Het is een cadeau. Ja, maar het zit in een cadeaupapier. Alsjeblieft. Ja, zo. Ja, maak maar open. Hou ze een beetje aan je, hoor. Hou ze een beetje aan je, hoor. Voortreffelijk. Krijg je het open? Hé, dat zit in een... Weet je nog, toen je nog werkte? Ja. Weet je het nog? Dat je toen had met zo'n ding... Maar de... Ja, ik moest ook drie keer nadenken voordat ik het nu weer herinnerde. Maar het is... Snap je? Ja, je ziet hoe laat het is. Nee, maar kijk, het is heel simpel. Je gaat voordat je gaat slapen, dan zeg je hem op een bepaalde tijd, bijvoorbeeld 7 uur. Als je om 7 uur op moet. 7 uur? Ja, 7 uur! Ja, want je moet er weer aan, jongen. Dan ga ik meestal voor de derde keer plassen. Om 7 uur. Ja, dan moet je eruit. En dan gaat dat dingetje, dat gaat precies op die tijd, gaat die rinkelen. En dan weet jij dat je op moet. Bijvoorbeeld om 11:30 iets moet werken.
Dan zet je hem op 11 uur. Ja, het ligt eraan hoe ver het is. Of ja, je moet van tevoren inschatten waar je hoe lang doemelt. Je erop zit. God, wat fantastisch, ja. Dat is wel bijzonder. Ja. Nou, dank jullie wel. Ja. Ik had ook ontzettende moeite om het me nog te herinneren. Maar dan weet ik nog wel dat als je dan sta je op. Ja. En dan ga je wassen, dingen, tandjes poetsen, kleren aantrekken. En dan met de auto van de zaak. Ja. Want die krijg je waarschijnlijk ook weer. Ja. Weet je wel? Ja. En dan moet je, en dan rij je naar je werk. Zo was het. Met de auto. Dus. Ja. En dat was die plaats waar je dan kwam. En er was een secretaresse en arbeiders. Ja, en mensen die naar je zaaiden. Ja, en die waren dan op de vloer. En dan kwam de directeur. Ja, en dan, precies, en dan kwam je binnen. En dan ging je naar je kamertje. En dan was je op je werk. Op je werk. Dit weer, ja. En dan was die secretaresse. Ja, die kneep je in de reet en dan ging je mee neuken. Ja. Dan was je op je werk bezig. Oh ja, ja jullie misschien maar. En die secretaresse... Die secretaresse had dan zo'n boek en die wist wat je moest doen. Ja, juist. Ja. Dat heette je werk. Dat was je werk, ja. Zo wel. Het komt weer allemaal terug. Dat ga ik ook weer doen. Wat wordt dat voor werk? Wat voor baantje heb je opgescharreld? Nou, ik heb een hele leuke nieuw iets gevonden. Iets heel vitaals. Ik ga een beetje investeren. Oh, dat is goed. Ja, dat is goed. In het vastgoed. Oh, dat is vastgoed. Dat is vastgoed. Dat is Ben, hè? Ja, dat is Ben. Ja, dat is, ja. Nee, we gaan door. Ga door. Dus dat is een... ik heb een... zo'n beetje uit de kringen van vroeger. Maar in ieder geval is een nieuwe man. Een, hij komt uit het Oostblok. God, ik heb altijd moeite met die namen. Dzerzhinsky. 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 Dat klinkt wel inderdaad uit het Ja, en dat heeft hij heel sterk. Dat hij heeft allemaal wilde plannen. Blijf je aan de gang. Komt er nog meer? Komt er nog meer? Ja. 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 Zie je nou toch zo gezellig zitten? Misschien kunnen we zo direct even op de kaart kijken voor een voorgerechtje vast. Maar ik wou jullie ook nog iets anders zeggen. Met het nieuwe begin en het begin van het werken. Jullie weten allemaal dat ik een beetje moeilijke tijd heb gehad na het... ziekte van Yvonne. We weten allemaal hoe die ziekte is afgelopen. En dat was geen kiezelpaadje wat met rozen bezaaid was. Om met, dat was het niet. Een kiezelpaadje met rozen. Hij is goed getroffen. Ja. Maar goed, dat is... Zoals de Fransen zeggen, soit qui le passé, dan is het met zand erover. Ik wou jullie zeggen dat ik sinds kort, een aantal maanden kennis heb aan een vrouw, aan een nieuwe vriendin. En met dat hele nieuwe starten van dat ik weer aan het werk ga en alles bij elkaar... Is het een nieuwe jonge vrouw? Ze komt zo dadelijk. Het is een hele lieve vrouw. Dus alsjeblieft, hou jullie een beetje. Want ik ken jullie. Ik ken jullie hoe jullie zijn. Nou, kom. Ik ben ons keren. Ik zit te rammelen. Is het goed? Ja. Ik zit eigenlijk te denken. Want ik wou nog één ding even zeggen. En dat vraagt eigenlijk, als u me nog even laat, dat vraagt eigenlijk Ronald om een fles champagne. Ja. Ben je sec of bruut? Maak hem maar hier op tafel open. Ja. Ja.
die champagne naar voren. Herbert Mans. Ik ben een beetje jeukelig van je. Ik wou ook nog zeggen. Is iets. Voordat. Ja, jij voelt het aan je water. Ja, is iets. Aan je water al aan, geloof ik. Ja, daar is hij. Ik zal het kort houden. We gaan trouwen voordat ze hier straks komt. Je gaat trouwen? Ja. Want. Ik ga trouwen. We gaan trouwen. Want ze is zwanger. Ja. Als dat kind dan 10 is. Ja. Herbert, ja. Dan ben jij 82. Dat kan toch niet? Ja, is goed hoor. Bruut? Bruut. Zeg, Herbert. Ja, 82. Dat kan toch niet? Ja, nee, maar kijk. Ik vind... Aard, zie jij er dan wat Ja, van? Ik ben flabbergasted. Ridiculous. Ja. Wat zeg je? Ridiculous. Voor mij is het toch met het nieuwe begin en na alles wat er... met die vonden gebeurd is. En zoals jullie ook weten, dus mijn oudste zoon die kort, eigenlijk moet ik zeggen, al tijdens haar ziekbed is verongelukt. Vind ik het leuk om gewoon weer zo'n nieuw stukje leven op de wereld te zetten. Zo'n klein mannetje of zo'n klein meisje wat je in je handen kan houden. Ja. Ik heb al één gelukje dat ik als de puberteit aanbreekt, dan ben ik er al tussenuit geknepen waarschijnlijk. Oh ja, dan zit je goed. Daar proosten we op. Zo had ik het nog niet bekeken. Goed gedaan. Wacht even. Nee. Ja. Wat zeg? Wat? Wie kunt u iets duidelijker? Wie is het? Hallo? 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 Tja. Ah, laat ons zitten, joh. Opgehangen. Belangrijk is, bellen ze wel terug. Wat zeg je? Wat? Ik verstond het niet. Was er een hoertje iets met een raam? Sterk accent hier bij het raam. Hi. Oh, kijk eens. Ik ben erbij, maar ik ben er eigenlijk ook niet bij, want ik ga weer weg. Ja, ik heb er even gebracht omdat de scooter kapot was. En toen dacht ik, ik breng er gewoon even, maar ik ga weer. Maar ik dacht, ik vind het toch even leuk om jullie te leren kennen. Heeft iedereen nou een glaasje, want er moet iets gebeuren. Ik wil altijd wel iets aan. Ik ben zo weg, ik ga zo weg. Ja, zo. Goed. Ik vind het leuk om jullie te leren kennen. Ik vind het leuk, Herbert. Ik vind het leuk. Echt, ja, leuk. Dat zijn ze nou, hè? De deugnieten. Ja. Dat zijn de twee dondersteinen. Ja. Daar heeft hij heel veel over verteld over jullie, hè? Ja, zeker. Wij kunnen er wat van. Ja. Kwik, kwak, kwak, hè, vroeger. Nou, dat zei je laatst. Toen lagen die twee lagen in bad bij elkaar. Toen ging ik even een kopje thee brengen. En toen was jij met dat eentje aan het spelen. Want ze hebben die eentjes in het bad liggen. En toen zei je, we werden kwik, kwak en kwak genoemd. Wij zijn heel erg blij met Herbert. Ja, ja heel blij. Ja, we zijn er heel blij mee. Het is zo'n lieverd voor hè? Ja, het is een kanje. Hij kan goed overhoren. Ja. Wat kan hij overhoren? Overhoren? Ja. Ja. Dat geloof ik best voor jou. Ja, het is echt een lieverd. Het is een lieverd voor. Boven heb je ze allemaal wel bij elkaar. Ja. Annabel die doet deze zomer eindexamen. Ja. Oh. Ja, daar zijn we ook allemaal. Ja, dat heb ik ook nog gedaan in de tijd. Eindexamen, hè? En heb je het vruchtvolle feit al verteld? Ja, ik heb het allemaal. Ik heb het verteld. Ik ben zwanger. Ja, dat hoorde we van Herbert. Ja. Die vertelde het al. Die zei, ze is zwanger. Ja. Zei hij nog. Ja. Toen wisten wij het dat je zwanger was. Ja. Omdat ik het vertelde. Ja, omdat jij dat vertelde. Ja. En als we een beetje geluk hebben, dan komt het precies tussen het mondeling en het schriftelijk. Oh ja. Ja.
dat is nog eens goede planning. Ja. Ja. Ja, de wiskundige knobbel heb ik nooit gehad. Nee, maar, de timing. De timing dan toch wel, ja. In ieder geval als er maar een knobbel is. Ja. Nee, we zitten eigenlijk te denken aan als het een jongetje wordt. Dan denken we Jip. Jip. Oh, ja. Jip. En als het een meisje wordt, Annie M.G. Schmid. Ja. Nou, dat is. Ja. Het zijn eigenlijk vier voornamen in één. Nee, dat is een beetje een gekke geitje. Natuurlijk. Ja, nee, dan noemen we als het een meisje wordt, dan noemen we de takkie. Dat hoor je niet. Oh, dat is leuk. Ja, dat is leuk. Ja, dat is leuk. Ja. Takkie. Ja. Hé, hey, Takkie, thuis komen eten. Ja, dat klinkt goed. Dat klinkt goed. Geloof ik. Tot zo, hè? Het neemt vast een wat iets voor je. Oude rocker. Nee, nog nooit. Nou, ik zeg het niet, ze vullen elkaar heel erg aan. Ja, het is echt. Nou ja, hiervoor zijn natuurlijk ook wel mannen geweest, ja, hè, vanzelfsprekend. Dat is natuurlijk ook gezond, hè? En, maar ja. Ze is naïef. Ze is niet dom. Nee, je bent niet dom, schat. Maar je bent naïef, naïef en open. En laat dan soms te veel naar zich toe komen, hè, schat. Ja. En dan nou, is weer mami bellen en zeggen, ah, mami, enzovoort. Ja. En dan, nou, dan zeg ik, nou, schat, laat dan even horen. En dan, nou, dan kijk ik even naar zo'n man en dan weet ik het meteen meestal. Of soms ook niet. En dan ga ik gewoon naar wat de achtergrond is. Ja. En dat zeg ik altijd, kijk naar een man, kijk naar achtergrond. Absoluut, dat is echt belangrijk. Ja, want ook, wie is die laatste kerel nou ook? Dat is een beetje een rare. Je Rus. Dat is een Rus, ja. Was een Rus, ja. Ik weet niet hoe die heet, hij heet iets als Jan Jansen, maar dan op zijn Russisch. En Jetski heette die. Jertsi heet hij. Precies als Jan Jansen of Paul Paulus. Of, nou, maakt allemaal niet uit. Dat vonden we een nare man. Die vonden we niet te vertrouwen, hè? Ik vond hem niet te vertrouwen. Nee. Nee, ik verstond hem ook niet zo goed. Nee. Ik ook niet. Ik verstond hem ook niet goed. Nee. Kijk, met je telefoon. Geef eens. Geintje, let op. Ja, met Herbert. Lijkt het op niet? Hallo, met Herbert. Wie zegt u? U bent heel moeilijk te verstaan. Wat is dat? Wat zit er bij het raam? Wat is er bij het raam? Een huppelend konijn. Er zit een huppelend aard, kom kijken. Er zit een huppelend konijn bij het raam. Zie jij hem, aard? Aard, er zit een huppelend konijn. Wat? Ja, ik hoor. Ja, er zit een opeens met een huppelend konijn. Ik zie helemaal geen. Ik zie hem. Wat is hier eigenlijk gebeurd? Wat duidelijk is, is dat hier een moordaanslag heeft plaatsgehad. Maar door wie is de moord gepleegd en waarom? En zo ja, wat was het motief? Omdat ik zelf
ook niet alles kan weten, heb ik de deskundigheid ingeroepen van iemand die mij wellicht meer kan vertellen over wat hier heeft plaatsgevonden. Charlie, kom naar mij. Charlie, hier heeft een moord plaatsgevonden. Dat is duidelijk. Als jij dit zo ziet, wat zou jij ervan zeggen? Ja, waarschijnlijk die man voor je kop geschoten of in hart geschoten, kapot geschoten. Maar ja, ik bedoel, je moet niet op zo'n moment gaan cowboy spelen als het je al niet past als je cowboy gaat schieten. Kom op. Charlie, luister. In de lik heb jij kennis gekregen aan lange bassen. Verschillende jongens gaan zeggen, jij bent de cowboy. Die andere hand, die is een indiaan. En die gaan missen, meiden, die gaat roepen, cowboy, cowboy. Maar dat moet je echt, ja. Je moet op een gegeven moment gaan waarmaken dat je cowboy bent. Charlie, laten we even gaan zitten. Annabel, ken jij Charlie? Nee, nooit gezien. Jij kent Charlie niet. Nee. Ah, kom op. Herbert, is het niet heel toevallig dat op het moment dat hier de schoten vielen, jij op de wc was? Dat is wel, ja, dat is wel toevallig, ja. Ja. Vertel nou eens eerlijk, Herbert, lieg jij nu niet een beetje? Ja, ik denk het wel. Ja. Want iemand spreekt hier niet de waarheid. Jocelyn, waarom ben jij hier vanavond? Nou, ik zou daar op verschillende manieren op in kunnen gaan. Ik heb ook wel ik heb ook verschillende manieren om erop in te gaan. En één manier is dat ik er niet onderuit kan dat ik er ben, dus ik ben er. Maar, vind jij het raar als ik zeg dat ik vind dat je nogal een grote fantasie hebt? Zie mijn vrouw, maar alle meisjes, alle wijven kut verhoeren voor een man met veel geld in pocket ga je. En als je cowboy bent of als je mokassins, als je indianenvrouw gaat spelen, mag cowboy jou pakken, mag je neuken, mag een wijf tot zich nemen. Dat vind ik ook, dat ben ik met je dat eens. Dat is wat je... Jocelyn. Wat mij interesseert is, ken jij Charlie? Ik ken Charlie. En Charlie kent mij. En waar ken jij Charlie van? Laat ik het anders vragen. Waar heb je Charlie ontmoet? Of misschien moet ik zeggen, waar ben je Charlie tegengekomen? Ik zal eerlijk zijn, voor zover ik eerlijk mag en kan en wil zijn. Ja. Nou, als er één iemand een cowboy is, dan is het Charlie. Dus Charlie is een cowboy. Ja, voor mij is het, ja. Ja, dat vind ik echt. Herbert, ben jij ook een cowboy? Nee. Jawel. Mag ik dan zeggen in dit verband dat ik denk dat jij eieren voor je geld gekozen hebt op het moment dat je niet meer precies inzag waar je mee bezig was. Want iemand vertelt hier vanavond niet de waarheid.